Wim van Baal en Dieke Moesbergen reikten namens Betuwe in Zaken een cheque van 15.000 euro uit aan de stichting Vrienden van Vrijthof. Deze 15.000 euro zijn bestemd voor het vrijdagmiddagcafé wat we gaan organiseren. Met ingang van mei gaan wij elke maand een vrijdagmiddagcafé organiseren. Met een complete bar die we hebben aangeschaft inmiddels om de huiskamer gezelliger te maken. En het vrijdagmiddagcafé, daar kunnen alle bewoners terecht met hun mantelzorgers, dus ook met familie. En wij zorgen voor hapjes, drankjes, altijd live muziek. Kortom, een mooi evenement waar de bewoners naar uit gaan kijken. Elke maand opnieuw. BIS is een regionaal netwerk. Hier in Tiel en omgeving, Rivierenland, met ongeveer 130 ondernemers die daar lid van zijn en die allerlei verschillende activiteiten organiseert.